Hallo, ik ben Dirk en ik bak wel eens een broodje op de avonturenboerderij in zo'n prachtig mooi oventje. En dan doen we dat op de ouderwetse manieren, zoals ze vroeger deden in de takkenbosoven. En daar ben ik bevriend geraakt met een reiger. En die reiger die heet Pieters Johannes. Inmiddels is dat een hele goede vriendschap geworden. Hij vertelt me heel veel dingen die hij onderweg ziet en wat hij allemaal beleeft. En wat er in de kleine kopje hersens omgaan. En hij vertelt ook over de mensen, zijn eigenaardigheden en zijn onbegrip dat hij soms heeft. Maar goed, daar komen wij wel uit. Dat is hartstikke gezellig ook hoor, als we dan zo 's avonds op een bankje zitten. Maar nou heeft hij één eigenschap. Misschien is dat wel reigerachtig. Hij is ongelooflijk erg nieuwsgierig. Ja, hij is erg nieuwsgierig. En nou vliegt hij wel eens een keer een ommetje. Hij leeft bij de boerderij, maar dan vliegt hij wel eens een keer uit. Hij wil wel eens een uitje. En toen kwam hij hier bij de put, bij vroeger wat de put heette. En daar bouwden ze allemaal huisjes, zei hij. Nou ja, het heeft natuurlijk al, met die meneer van Hoorn, heb het al overal in elke krant en internet en televisie is het al geweest, weet ik het. Iedereen weet het nou natuurlijk wel. Maar voor de boertjes en de boerinnetjes ga ik het toch nog even vertellen. En het punt is, die meneer van Hoorn, die neemt natuurlijk ongelooflijke bult hooi op zijn vork, hè. Het is nogal wat, er komen huisjes. Ik zie hier uit het raam van dit huisje, daar ben ik stiekem ingegaan. Ik denk, de deur staat open, kan mij schelen. En dan zie ik door het raam hier en zie ik allemaal van die tenten. En er komt zelfs een hele betonnen bak, die laten ze dan in het water, in de put zakken. En dat wordt ook een huisje. Ja, het is ongelooflijk, ik snap er helemaal niks van. Maar, nou is die put, dat is een dingetje. Kijk, ik ben een oudere jeugd. Die vroeger nog hebben meegemaakt. En ja, toen mijn verwekkers hier in de streek kwamen wonen in de jaren 60, toen heette dit gewoon de put. Iedereen zei de put. En als je nou bij meneer Van Hoorn gaat werken, want hij heeft natuurlijk heel veel medewerkers nodig, dat is vanzelf. De huisjes moeten verzorgd worden en er komt ook een restaurant bij, je kan er lekker eten. En ja, er moeten heel veel medewerkers komen natuurlijk. Personeel, kijk, een kat heeft personeel, maar meneer Van Hoorn heeft medewerkers. En als je nu bij hem komt werken, dan zegt hij, dan spreekt hij over het vakantiepark Molenwaard. Ja, ik moet er even aan wennen, want dat wordt een dingetje natuurlijk voor die oudere jeugd. En nou wil hij verdient het misschien ook wel, hè, want door die bult hooi op zijn vork, dan neem je nogal even wat op je schoudertjes. Hè. En, dus hij verdient wel een beetje door te zeggen, nou vakantiepark Molenwaard. Ik zeg het gelijk goed, hè. Ja. Maar ja, het is toch gewoon de put. Maar de put heb ook niks. Ook al gaan naar de put. Nee, dat is het niet natuurlijk. Hè. We gaan naar het vakantiepark Molenwaard. Nou, dat is toch geweldig. En ik ga nog zo een rondje lopen. Er ligt allemaal sneeuw. Het is hartstikke koud. Maar dan kom je in zo'n huisje. Dit is de keuken, zie je dat? Dat is een mooie afzuigkap. En daar hebben we een magnetron en oven. Hier een gasstel en zo. Nou, ik zou er wel in willen slapen hoor. Ik ga dat toch eens aan die meneer Van Hoorn vragen of ik niet een keer een nachtje proef kan slapen natuurlijk. Dat wil ik ook wel. Ik ben tenslotte ook nog maar een kind. En tegen die meneer Van Hoorn kan je gewoon Michael zeggen. Vindt u niet erg joh. Vindt hij helemaal niet erg. Dus jullie komen allemaal een keer kijken dan als het open is. Want het is in mei of zo al open. Dat weet ik niet precies. Dat moet even de media in de gaten houden natuurlijk. Maar het wordt hier een super geweldig park natuurlijk. Een vakantiepark Molenwaard. En de put. Weg ermee. Nou, geluk voor u allen en tot ziens. Hè. Doei!